Je moet dat weten. De bos. De bos van wat? De bos van West Dwarf City. Mr. White, ik heb je hulp nodig. Ik moet af van de Vroel. De Vroel? Ja, je kent hem wel. Ja. Hij zorgt ervoor dat ik mijn zaakjes niet meer kan runnen. Ja, dat zijn mijn problemen niet, jongen. Kan ik die problemen niet overkopen? Ik heb veel te bieden en te vertrouwen. Vertrouwen? Een man met een zipperhemd? Dat is een mode van 50 jaar geleden. Ja. Maar zwart, ik heb nog iets anders. 5000 Dwarfse dollar. Het dubbele als je het volbrengt. Het enige wat we moeten doen, dood hem. Dat is toevallig een van mijn specialiteiten. Dat weet ik. Dan hebben we een deal. Dan hebben we een deal, zeker. Julio, amigo. Ah, de Vroel. Je gaat ermee. Wow, dat is al beter geweest. Oei. Enrico, dos cervezas, por favor. Dat zal lopen. Ja, dat zal smaken. Enrico, merci. We betalen straks wel, Enrico. Santé. En vertel, hoe is het ermee? Gewoon niet gewillig, jong. Het geld is weer al. Weer al, ja. Vertel mij iets nieuws, bij mij ook. Sinds dat ik ontslagen ben bij de Cordon Bleus. Cordon Bleus, maar daar zijn de betere wegen. Ja. Ik heb daar dingen van gehoord. Maar ik heb mijn postkoets overvallen, 2 weken geleden. Zakken vol geld, ik kon ze niet eens alleen dragen. Alles op, hè, jong. Saloon, ja. Casino. Luxe leven. Ja. Luxe leven op grote voeten, ja. Maar ik kan daar niet aan doen. Ja, hoe kun je dat oplossen? Zo zijn we. Meer geld, dat hebben we nodig. Meer geld. Ja, en hoe gaat het daar aan komen? Dat is een goede vraag. Als ik dat wist, dan was het hier nu. Ik kan terug gaan werken bij de Cordon Bleu, maar... Nee, jong, doe dat niet. Doe dat niet. Dat ga ik echt niet doen. Dat was wel niks goed. Postkoets overvallen, daar heb je heel even iets aan, maar... Ja, ik zeg het. Ik ga niet lang lezen. Goh. Nou, we zouden een bank kunnen overvallen. Dat kan. Dat is moeilijk, ambitieus. Maar dat is wel veel geld. Ja, dat kunnen we doen. Wel één probleem. Ik word gezocht. Jij wordt gezocht. Voor hoeveel? Wat is de prijs op je hoofd? 1 miljoen dollar. 1 miljoen? Amai, daar kan je ook al iets mee doen, zeg. Ja. Zeg, als we dan nu een keer uitbuiten, dan moet ik jou nu gevangen nemen. Ik geef u af aan de sheriff. En ik pak je boel niet ontvangst. Ja, zo. Wat denk je? Dan moet ik je wel kunnen vertrouwen, natuurlijk. Dat je mij niet laat stikken, zo. Maar ik maak u, ik zorg dat je vrijkomt achteraf. Ah. Wacht, ik kan u uit het gevangen halen. Dat is moeilijk natuurlijk. Of riskant, maar wel spectaculair. Als we je gaan ophangen, hè. De strop rond je nek, jij valt en bam, je ziet dat touw door. Ja, dat kunnen we inderdaad doen, ja. Maar dan moeten we wel zeker zijn dat het gaat lukken natuurlijk. Het is riskant, maar ik kan Mieke, dat kunnen niet geloven. Dus volgens mij komt dat wel in orde, zo. En dan vluchten we met ons twee naar het volgende dorp. En we doen dat geld op en als het op is, dan doen we hetzelfde terug ergens anders. Kunnen we doen, inderdaad. Het is geen slecht plan. Ik vind dat echt de moeite waard. Kunnen we inderdaad doen. Uw leven ligt in mijn handen, maar vertrouwen. Oké, ik zal u moeten vertrouwen, want ja, ik heb geld nodig en... Ik ook. Bij de Cordon Bleu werk je... En als ik dat nu kwijt ben, dan lukt dat mij geen keer. Dus ik heb ook niks bij te winnen om u te laten stikken. Hè. Dat is correct. Dat is denk waar. Ervan. Ik zeg, we hebben een deal. Zijn we weg, maar dan eerst? Ja, we zijn weg. Enrico, zal ik eens aan man. Een paarke, om zeker te zijn, paarke 9. Survive, Pie. Niet slecht. Ik ga het eruit halen om de kans te verhogen. Klopt.